Ik vind het echt heel goed. Als je een goede oude kaas kan maken die lekker smaakt, dan heb je het helemaal voor elkaar. Agatha Miedema geeft op het Dairy Training Center in Noemkerk onder meer een 3-daagse cursus boerenkaas maken. Het is een erg populaire cursus met een grote diversiteit aan deelnemers. Nou, je ziet dat het nu toch wel weer goed gekomen is, hè? Er zijn denk ik wel 4 die thuis een bedrijf hebben, melkveebedrijf, en zitten te denken van zou het iets voor het bedrijf kunnen zijn? Zou het mezelf wat toelijken om dat te gaan doen? Er zijn 2 bij die plannen hebben om naar het buitenland te gaan en om daar iets met melk te gaan doen. Er zit een cursist bij en die wil gewoon ervaring opdoen met melk. Jan-Peter Hofsteenguit-Grollo werkt sinds dit jaar als projectmanager bij Friesland Campina. En hij had van de hele kaasbereiding nog maar weinig kaas gegeten. Ik ben al op de kop door de fabriek heen geweest, dus in de basis heb ik het proces natuurlijk wel een beetje leren kennen. Alleen de finesses leer je op die manier niet. Terminologie die de jongens in de fabriek gebruiken, ja, dat zie je hier weer terug. En dan weet je, nu weet ik ook, oké, ze hebben het daarover en dingen duren zo lang en je moet eerst dit doen voordat de volgende stap gaat. Dus op zich vind ik dat wel heel erg leuk. De deelnemers leren in de cursus dat zowel het produceren als het vermarkten van je eigen boerenkaas een niet te onderschatten klus is. Het vergt een grote investering als je start. Dus je kunt eigenlijk, je gaat het of op de keukentafel doen of je gaat toch al wat groter. En dan ben je toch gebonden ook aan de regelgeving en dat moet goed voor elkaar zijn. En zeker als je boerenkaas maakt, werk je met rauwe melk. Dus het vereist ook gewoon hele goede kwaliteit melk. En als je dat niet hebt, dan moet je er ook echt niet aan beginnen. En daar waar Agatha Miedema dol is op oude boerenkaas, daar heeft elke cursist zijn eigen kaasbeleving. Houdt een Drent van vieze kaas? Deze Drent niet. Nee, ik ben geen kaaseter helaas. Dus dat is wel bijzonder.